We're back. Yes, here I am. Here you are. Let's turn to 2 Corinthians chapter 5. 2 Korinthe hoofdstuk 5. And for those of you that this is your first service, I'm teaching things in a series. Voor diegenen die voor het eerst zijn, ik onderwijs in een serie. Last night I started talking about what the true gospel is. Gisteravond had ik het over het ware evangelie. The true gospel is emphasizing that everything that we receive from God comes by grace. Het ware evangelie vertelt dat we alles door genade ontvangen. And if we're being told that we have to do certain things to earn God's favor and acceptance, it's not the true gospel. En als ons geleerd wordt dat we iets moeten doen om dat te ontvangen, dan is dat niet het ware evangelie. And then this morning I shared a personal testimony. En vanochtend deelde ik een persoonlijk getuigenis. About how I was born again when I was 8 years old, but I began to be a religious Pharisee. Toen ik wedergeboren werd, toen ik 8 jaar werd, en daarna werd ik opnieuw een fariseer. And I thought that God was going to love me more because I was living so holy. En ik dacht dat God meer van me zou gaan houden als ik heilig leefde. And then when I was 18 years old, God gave me a supernatural revelation of how unholy I was in myself. En toen ik 18 jaar was, liet God me zien hoe onheilig ik leefde. And when I realized that and confessed, repented of my self-righteousness is when I experienced God's love. Can you shorten the sentences a little bit? Thanks, my friend. Could you repeat it for me? So when I realized how unholy I was. Toen ik me realiseerde hoe onheilig ik was. Is when I experienced God's love. Toen pas ging ik Gods liefde ontdekken in mijn leven. And I related that to how God shows us the law. En ik relateerde dat aan hoe God ons de wet laat zien. The purpose of the law and all of the commandments. De wet en al zijn geboden. Is to show you how incapable of being righteous you are. Is om je te laten zien hoe onmogelijk het is dat je rechtvaardig wordt vanuit jezelf. And it's to make you quit trusting in yourself. Opdat je gaat stoppen te vertrouwen op jezelf. And throw yourself on the mercy of God. En je overgeeft aan de genade van God. And yet religion has reversed the purpose of the law. Maar religie heeft dat omgedraaid. Most people think that God gave the law to help you overcome sin. Heel veel mensen denken dat de wet gegeven is opdat je daarmee de zonde kunt overwinnen. But the law was given to help sin overcome you. Maar de wet is gegeven opdat de zonde toeneemt in je leven. And that's what we talked about this morning. En daar hadden we het over vanochtend. I have an entire teaching on that. Ik heb daar een volledige It's entitled The True Nature of God. Die heet De Ware Natuur van God. And if you haven't got that, I'd encourage you to get that. En als je die niet hebt, koop hem. It would really help you. Het zou je echt helpen. But tonight I want to share another very important thing that God has given. Maar vanavond wil ik iets heel belangrijks met je delen. Once I saw how unholy I was. Toen ik zag hoe onheilig ik was. And I repented of that and asked God for forgiveness. En me daarvan bekeerde en God om vergeving vroeg. I received a supernatural experience of God's love. Ontving ik een bovennatuurlijke ervaring van Gods liefde. And for over 4 months I was just enveloped in the love of God. En 4 maanden lang was ik ondergedompeld in Gods liefde. But then all of that emotion left. Maar toen verdween die emotie. And I was left to deal with the way I was thinking. En toen zat ik eigenlijk in mijn eigen vacuüm van mijn eigen denken. And I just couldn't understand how God could love me. En ik begreep niet hoe God uiteindelijk van me kon houden. Because I didn't love me. Want ik hield niet van mezelf. For the first time in my life I had seen how ungodly I was. Voor de eerste keer in mijn leven had ik gezien hoe onheilig ik zelf was. And I was having trouble understanding how a holy God could love an unholy me. En ik had er zoveel moeite mee hoe een heilig God van een onheilig mens kon houden. And so this is the answer to those questions. En dit is het antwoord op al die vragen. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Korinthe 5 vers 17. Read that. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. This says that when you get born again, you become a brand new person. Hier staat dat als je wedergeboren wordt, je een nieuwe schepping wordt. That everything is totally changed. Alles is compleet veranderd. This isn't talking about your physical body. Dit gaat niet over je lichaam. See, this is why people have trouble understanding the Bible. En daarom hebben mensen moeite met de Bijbel te begrijpen. They'll read a scripture like this. Ze lezen een schriftgedeelte. That says that your life is totally changed. Waarin staat dat je volledig veranderd bent. And then they'll go look in the mirror and try and see that change. En dan kijken ze naar de spiegel en dan zien ze geen verandering.
But your physical body isn't the part of you that got changed. Maar je lichaam is niet datgene wat veranderd is. If you were fat before you got saved, you're still going to be fat after you get saved. Als je wat gezet was voor je bekering. Ben je nog steeds vol slank ook na je bekering. It was an accurate trend. Accurate. Yes, absolutely. And it's also not talking about your soulish realm. En het praat ook niet over je ziel. The soul is what the Bible calls the personality part of you. De ziel is datgene wat de Bijbel zegt, dat is je persoonlijkheid. It refers to how you feel in your emotions. Het gaat over hoe je je voelt in je emoties. And how you think in your mind. En hoe je denkt in je gedachten. And that's not the part of you that was changed. En dat is ook niet het gedeelte wat veranderd is. To prove it, if you weren't very smart before you got saved, you still won't be very smart after you get saved. En als bewijs, als je niet heel erg slim was voor je bekering, ben je dat ook niet na je bekering. So when this scripture says that you become completely brand new. Dus als dit schriftgedeelte zegt dat je volledig een nieuwe schepping bent. It's not talking about your physical body or your soul. Spreekt het niet over je lichaam of over je ziel. But there's actually three parts to all of us. Maar er zijn drie gedeelten in ons. We have a spirit, soul and body. We hebben een geest, ziel en lichaam. And most people don't really recognize the spiritual realm. En heel veel mensen hebben geen idee van het geestelijke. As a matter of fact, many people think that the spirit and the soul are just different names for the same thing. Heel veel mensen denken dat geest en ziel, dat je die kunt verwisselen, dat eigenlijk hetzelfde is. But the scripture makes a clear distinction between the spirit and the soul. Maar de schrift maakt een heel duidelijk onderscheid tussen die twee. And so you can tell just by observation that this change didn't take place in all three. En dus kan je uiteindelijk wel zien dat die verandering niet plaatsvond in alle drie. Your body and your soul are not changed yet. Je lichaam en je ziel zijn niet veranderd op dit moment. But 2 Corinthians 5:17 is talking about the change that takes place in your spirit. Maar 2 Korinthe 5 vers 17 praat over die verandering in je geest. Your spirit is the part of you that is completely changed. Je geest is volledig veranderd. Everything in it is brand new. Alles is nieuw daarin. One translation says you're a new species of being that never existed before. Eén vertaling zegt dat je een nieuwe soort bent die nog nooit bestond hiervoor. Salvation is taking place in your spirit. Redding vindt plaats in je geest. And at the second return of Jesus is when you get a new body. En bij de tweede komst van Christus krijg je een nieuw lichaam. And at that same time your mind is going to be changed. En op dat moment zal ook je geest en je verstand veranderd zijn. But right now your spirit is already changed. Maar nu op dit moment is je geest compleet veranderd. The spirit on the inside of you is the same as it'll be throughout all eternity. Je geest is op dit moment hetzelfde als in de eeuwigheid. In your spirit you are as holy now as you will ever be. In je geest ben je op dit moment zo heilig als dat je ooit zult worden. In your spirit you're as happy now as you will ever be. In je geest ben je zo blij als dat je ooit kunt zijn. In your spirit you're perfect in every single way. In je geest ben je perfect op elke manier. But most people can't understand this because they can't feel it. Maar de meesten pakken het niet omdat ze het niet kunnen voelen. What the Bible calls that is carnal mindedness. En de Bijbel spreekt dan over vleeselijk denken. The word carnal in the Bible, most Christians believe that's referring to sin. Heel veel mensen denken dat vleeselijk gaat over zonde. Maar dat is niet zo. But the word carnal literally is referring to just your physical flesh. Maar vleeselijk betekent alleen maar je lichaam. It's referring to what you can see, taste, hear, smell and feel. Het gaat om wat je kunt zien, horen, ruiken, voelen, proeven. Your five senses. De vijf zintuigen. And if you are a person that is dominated only by your five senses. En als die dingen in jouw leven domineren. Then you're what the Bible calls carnal. En dan ben je wat de Bijbel noemt vleeselijk. You could be living a very holy life. Je kunt een heilig leven leven. And still be totally dominated by your five senses. En toch volledig gedomineerd worden door die vijf zintuigen. And Romans chapter 8 says a carnal man cannot please God. En Romeinen 8 zegt dat vleeselijke mensen God niet kunnen behagen. A person who is only thinking in the physical natural realm can't understand this relationship with God. Als je alleen in het vleeselijke denkt, kun je God niet begrijpen. And see, this was my problem. En dat was zijn probleem. God had revealed a supernatural love for me. God had een bovennatuurlijke liefde geopenbaard. And I knew in my heart that God loved me intimately. En ik wist in mijn hart dat God zoveel van me hield. I believe God carries a picture of me in his wallet. God heeft een fotootje van Andrew in zijn portemonnee. I knew that.
Dat wist ik. But my mind said, how could God love somebody like you? Maar zijn verstand zei, maar hoe kan God nou ooit houden van iemand zoals jij? And it was because I was carnally minded. En dat kwam omdat ik vleeselijk dacht. I was looking on my actions. Ik keek naar mijn houding, mijn handelingen. And I thought that that's the way that God was looking at me. En dat was de manier waarop God naar me keek, dacht ik. But that's not what the scripture reveals. Maar dat is niet wat de schrift leert. 1 Samuel 16:7 says. 1 Samuel 16 vers 7. We don't need to read it. I'm just making a point. Okay. And so it says that God looks on the heart of man. En daar staat dat God naar je hart kijkt. That man looks on the outside, but God looks on the heart. Wij mensen kijken naar de buitenkant, God kijkt naar je binnenkant. All of us tend to think in just the physical natural realm. Wij denken in het natuurlijke. But you can't see into the spiritual realm. Maar je kunt niet kijken in het geestelijke. Right now you know what your physical body is like. Heel, je weet nu precies hoe je lichaam eraan toe is. You know if you have any pain in your body. Je weet of je pijn hebt in je lichaam. You don't have to think about it. Daar hoef je niet over na te denken. You don't have to go study for an hour to find out if you have any pain. Daar hoef je niet op te studeren een uur lang. You just know if your body hurts. Je weet dat je lichaam pijn doet, ja of nee. You know if you're hot or cold right now. Je weet of je warm of koud bent. You just know these things. Dat weet je. And it's the same thing in the soulish realm. En dat is ook op het gebied van de ziel. You know how you feel emotionally. Je weet hoe je emotioneel eraan toe bent. You know if you're happy or sad. Je weet of je blij bent of verdrietig. You don't have to go study to find out how you are. Dat hoef je niet te gaan onderzoeken. You just know how you are. Je weet hoe je bent op dit moment. And most people think if they were changed in the spirit, it'd be the same thing. En heel veel mensen denken dat als je in de geest veranderd bent, je dat ook kunt ervaren. Most people think that if God was really in them, they'd just know it. Heel veel mensen denken dat als God daar echt een aandeel had, dat ze dat ook zouden weten. But that's not so. Maar nee, dat is niet zo. Jesus told Nicodemus. Jezus zei tegen Nicodemus. He said that which is born of the spirit is spirit. Die zei wat is wedergeboren van de geest is geest. And that which is born of the flesh is flesh. En wat geboren is uit het vlees is vlees. That's just his way of saying spirit is spirit and flesh is flesh. Zijn manier van zeggen geest is geest, vlees is vlees. In your carnal mind you can't tell what's happened in your spirit. In je vleeselijk denken kun je nooit ontdekken wat er in je geest gebeurd is. It's not intuitive. Het is niet intuïtief. So how do you know what's happened to you in the spirit? En dus, hoe weet je het dan? Well, Jesus said this in John 6:63. En Jezus zegt dit in Johannes 6:36. He said, "The words that I speak unto you, they are spirit and they are life." Daarin staat 63. Did you say that? No. Johannes 6:63. De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. So the word that Jesus spoke, that's spiritual reality. Dus de woorden die Jezus sprak, die zijn geestelijke realiteit. If you want to know what's happened to you in the spirit, you have to look in the Bible. Als je wil weten wat er in je geest gebeurd is, moet je in Gods woord gaan kijken. And James also said this over in James chapter 1. Jacobus zegt dit ook in Jacobus 1. That the word of God is like a spiritual mirror. Dat het een spiegel is. It says a man looks in it and beholds his face. En een mens kijkt erin en ziet zijn gezicht. So it's comparing the word of God to a spiritual mirror. En daarin wordt het woord van God vergeleken met een spiegel. You know, if you want to see if your hair's combed, you can't go by how you feel. Als je wil weten of je haar gekamd is, kan je niet op je gevoel afgaan. Right now, I hope my hair is combed. Hij hoopt dat zijn haar gekamd is. He doesn't have to worry about that. No. My hair is always good. But I can't tell if my hair is combed by how I feel. Maar ik kan niet aan mijn gevoel ontdekken hoe mijn haar zit. What I have to do is go look in a mirror. Ik moet in een spiegel gaan kijken. And I trust what I see in that mirror. En ik vertrouw dat datgene wat ik zie waar is. But did you know that what I'm seeing in the mirror is not really my hair? Maar wat ik zie in de spiegel is niet echt mijn haar. Some of you think, yes, it is. Sommigen van jullie denken, jawel. No, I'm seeing a reflection of my hair. Nee, ik zie een afspiegeling van mijn haar. Some of you have to think to get this point. Dit duurt misschien even voordat je. But did you know that you have never seen your face with your eyes? Maar wist je dat je nog nooit je eigen gezicht gezien hebt met je ogen?
You've seen a reflection of your face. Je hebt een afspiegeling gezien van. Or you've seen a picture of your face. Of misschien een foto. Or you've seen a drawing of your face. Een tekening. But you, with your physical eyes, have never looked in your face. Maar met je natuurlijke ogen heb je nooit je eigen gezicht gezien. How do you know that what you're seeing in the mirror is accurate? En hoe weet je nou of het klopt wat je ziet? Haven't you ever looked in one of those mirrors that makes you tall and skinny? Heb je nooit in van die lachspiegels gekeken? Or other mirrors make you short and fat? Of van die spiegels die je klein en dik maken? How do you know that what you're seeing in the mirror is accurate? Hoe weet je nou dat het klopt wat je ziet? You just take it by faith. Je gelooft dat. Now I'm not trying to get you to doubt what you see in the mirror. Ik wil je niet aan twijfelen brengen over datgene wat je ziet. I'm just using that to illustrate a point. Maar ik wil het gebruiken als illustratie. You aren't really seeing yourself, but you're seeing an image, a reflection. Je ziet jezelf niet, je ziet een afspiegeling van jezelf. And when you look in the Word of God, you aren't really seeing your spirit. En als je in het woord van God kijkt, zie je niet echt je geest. But you are seeing a perfect representation of what's happened to you in your spirit. Maar zie je wat er uiteindelijk perfect gebeurd is in je geest. And the Bible says that in the spirit you are a completely brand new creation. En daar staat dat je een volledig nieuwe schepping bent. That old things have passed away and all things have become new. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. And so we can't just go by how we feel. En dus we kunnen niet op ons gevoel afgaan. We have to look in the Word of God and take this image. We moeten naar het woord van God kijken en dit plaatje gaan pakken. And we have to believe that we are who God's word says we are. En we moeten gaan geloven dat we zijn wie God zegt dat we zijn. So let me show you some scriptures that reveal who you are in the spirit. Laat ik je nog wat vertellen over wie je bent in de geest. Look in Ephesians chapter 4 and verse 24. Efeze 4 vers 24. Begin even 23, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in, nou krijg je het, waarachtige gerechtigheid en heiligheid. This is talking about your born again spirit. Hier wordt gesproken over je wedergeboren geest. Your born again spirit was created righteous. Maar is geschapen rechtvaardig. That means in right standing with God. Rechtvaardig voor God. And it's in true holiness. En volledige heiligheid. In your spirit you are righteous and truly holy. In je geest ben je volledig rechtvaardig en volledig heilig. And notice it says that you were created this way. En zo ben je geschapen. You aren't in the process of becoming righteous and holy. Je zit niet in een proces waarin je het uiteindelijk gaat worden. You were born again, righteous and truly holy. Nee, je bent het. Rechtvaardig en heilig. Punt. That's how you are right now. Zo ben je op dit moment. And yet I hear people all of the time praying. En ik hoor heel vaak mensen bidden. And asking God to make them righteous and make them holy. Die vragen aan God of ze hen heilig willen maken en rechtvaardig. See, when people say things like that, they're being carnally minded. En als mensen dat bidden, zijn ze vleeselijk gericht. They're talking about that in their actions they aren't doing all of these right things. Dan zeggen ze dat ze in hun handelingen niet rechtvaardig zijn. But when you got born again in your spirit you are already created righteous and holy. Maar als je wedergeboren ben je volledig rechtvaardig voor God. You don't need to ask God for righteousness. Daar hoef je niet meer om te vragen want je bent het. It came as a part of your salvation. Dat kwam als een onderdeel van je redding. And here's one of the greatest truths that God ever told me. En hier is een van de grootste waarheden die ik ooit van God ontving. In John chapter 4 and verse 24. In Johannes 4 vers 24. The scripture says that God is a spirit. Staat dat God geest is. And those who worship him must worship him in spirit and in truth. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. So God is looking at you in the spirit realm. Dus God kijkt naar jou in het geestelijke. He is not dealing with you based on your physical actions. Hij gaat niet met je om op basis van je natuurlijke handelingen. And the scripture also says, how can two walk together except they be agreed? En in de schrift staat ook, hoe kunnen twee samenwandelen tenzij ze één zijn? So if God is looking at you in the spirit. Dus als God naar je kijkt in de geest. But if you think he's looking at you based on your actions. En jij denkt dat hij naar je kijkt op basis van je handelen.
Then how can you have fellowship with God? Hoe kan je dan gemeenschap hebben met hem? God sees you differently than you see yourself. God kijkt anders naar jou dan dat je zelf naar je kijkt. God is looking at this sinless, perfect part of you on the inside. God kijkt naar dat gedeelte in je wat zonder zonde is. And the problem is that most of us aren't seeing ourselves that way. En wij kijken niet op die manier naar onszelf. We are carnally minded. Wij zijn vleeselijk gericht. And Romans chapter 8 says that carnal mindedness is the enemy of God. En Romeinen 8 zegt dat vijandschap is voor God. And so we've got to quit being carnally minded. En daar moeten we dus mee stoppen. We must worship God in spirit and in truth. We moeten God aanbidden in geest en in waarheid. Amen. Amen. So when you've sinned and you come before God. Dus als je gezondigd hebt en je komt voor God. Most of us are just focused on this external part. Dan zijn velen van ons op dat externe gedeelte gericht. And we're feeling guilty and condemned. En we voelen ons schuldig en veroordeeld. But God is a spirit. Maar God is geest. And God is looking at you in the spirit realm. En God kijkt naar je geest. And in the spirit realm you are sinless. En in je geest ben je zonder zonde. You are perfect and holy through what Jesus did. Ben je perfect en heilig door datgene wat Christus gedaan heeft. Now all of these things that I'm saying are dependent on you being born again. En dat hangt wel af dat je wedergeboren bent. If you haven't made Jesus your personal Lord, you aren't sinless in the spirit. Als je niet Jezus tot je Heer gemaakt hebt, ben je niet zonder zonde. But when you accept Jesus, you become a new creature. Maar op het moment dat je Christus aanvaard hebt, ben je een nieuwe schepping. And in the spirit realm, you become totally brand new. En in de geest ben je volledig nieuw geworden. Look at 1 John chapter 4 and verse 17. 1 Johannes 1 1 John 4, 17. 4, vers 17. 1 Johannes 1, 4, vers 17. 1 Johannes 4, vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. So how do you think that Jesus is right now? Hoe denk je dat Jezus is op dit moment? Do you think Jesus is holy and pure? Denk je dat Jezus heilig is en rein? Do you think that Jesus is all powerful? Denk je dat hij alle kracht heeft? Do you think that Jesus is discouraged? Denk je dat Jezus ontmoedigd is? No. Nee. As he is, that's the way I am right now. Zoals hij is, zo ben ik. Now see, some people go and say, how can this be? En sommigen van jullie denken, maar hoe kan dat nou? Because they go look in a mirror and see all of these problems. Want je kijkt naar de spiegel en je ziet al die problemen. And they think this is the way that Jesus is. En zo is Jezus dus. No. Nee. Because God has changed you in the spirit. Want God heeft je in de geest veranderd. In the spirit you are identical to the Lord Jesus Christ. In de geest ben je identiek aan Christus. That's what it says in 1 Corinthians chapter 6 and verse 17. In 1 Korinthe 6 vers 17 staat dat. Read that verse. 1 Korinthe. Oh, daar gaat hij. Maar die de Heer aanhangt, is één geest met hem. In the Greek, the word for one is hes. In het Grieks is het woord één, hes. And that word means a singular one to the exclusion of all others. Dat wil zeggen een eenheid zonder uitzondering daarin. That isn't saying that we're just similar. Dat wil niet zeggen dat we ongeveer gelijk zijn. But it means we're identical to Jesus in the spirit. We zijn compleet hetzelfde. As Jesus is, that's how I am right this moment. Zoals Christus is, zo ben ik op dit moment. And because of that, I can enter boldly under the throne of God. En daarom kan ik vrijmoedig voor Gods troon komen. If I come before God in the spirit. Als ik voor God kom in de geest. But if I come before God in the flesh based on what I've been doing. Maar als ik voor God kom op basis van mijn vleeselijke acties. Well then there's no way that I can have true communion with God. Dan kan ik geen gemeenschap hebben met Christus. And a lack of understanding these things has hindered most people. En als je dat niet pakt, dan zal je dat echt hinderen. Most people don't know who they are in Christ Jesus. De meesten weten niet wie ze zijn in Christus. And so they approach God on the basis of what they've been doing in their flesh. En dus gaan ze naar God toe op basis van hun acties. And if they've been doing good, then they think God's accepting them. En als ze denken van als ze goed gedaan hebben, dan denken ze dat God op die manier aanvaardt. If they've done bad, they think God is rejecting them. En als ze slechte dingen gedaan hebben, zeggen ze: nou, God verwerpt me nu.
But the truth is, God always sees you the same. Maar God ziet je altijd op hetzelfde aan. He sees what he has done in your life. Hij ziet wat hij gedaan heeft in je leven. Not what you are doing for him. Niet wat jij doet voor hem. And somebody might say, well, I can understand that was true when I first got born again. En sommigen van jullie denken, okay, dat kan ik accepteren toen ik wedergeboren werd. But you don't understand, I've sinned since then. Maar sindsdien heb ik wel gezondigd. And most people think that sin changes this situation in our spirit. En heel veel mensen denken dat die zonde opnieuw datgene wat er heeft plaatsgevonden aantast. But again, that's not what this spiritual mirror says. Maar dat zegt niet Gods woord. Look in the first chapter of Ephesians, verse 13. 1:13. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord. In hem zijt gij, toen ge gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. So the moment you believe on Jesus, he seals you. Op het moment dat je gelooft in Jezus, ben je verzegeld. There's different types of seals. Er zijn verschillende zegels. You know, sometimes people put a stamp on something to show approval. Soms wordt er een stempel gezet ter teken van goedkeuring. And they will call that a seal. En dan zeggen ze dat is een zegel. But then there's also a seal that keeps out impurities. Maar er is ook een zegel, een verzegeling die onreinheid weghaalt. Like you put food in airtight containers to seal them. Zoals je ook voedsel kunt verzegelen. And keep impurities from getting in there to contaminate the food. Zodat het uiteindelijk niet bederft. This is that type of a seal. Daar wordt hier over gesproken. This means that the moment you get born again. Hier wordt gesproken op het moment dat je wedergeboren wordt. God vacuum packs you. Kom je in een vacuum zakje. He seals you instantly. Onmiddellijk ben je verzegeld. And according to all of these other scriptures that I've used. En ook, er komt nog al die andere schriftgedeelten. At the moment of salvation you were created righteous and truly holy. Op dat moment ben je rechtvaardig en volledig heilig. Your spirit is identical to the way Jesus' spirit is. Jouw geest is identiek aan de geest van Christus. Your spirit has become one with Jesus. Jouw geest is één met Christus. And then immediately you are sealed. En dan onmiddellijk ben je verzegeld. So that if you sin as a Christian. En dus als je zondigt als christen. That sin will penetrate into your physical body. Die zonde komt wel in je lichaam. And it'll penetrate into your soulish mind and emotions. En in je ziel en in je emoties. But it can't penetrate the seal around your spirit. Maar het kan niet in je geest komen. So when a Christian sins, that sin doesn't affect their spirit. Dus als een christen zondigt, heeft dat geen effect op je geest. Your spirit has been perfected forever. Je geest is perfect voor altijd. God never sees you differently. God ziet je nooit anders aan. Because God is a spirit and he's looking at your spirit. Want God is geest en hij kijkt naar jouw geest. So all of the times that you've come before God so depressed. Dus elke keer als je zo depressief weer voor God komt. And you're feeling like, oh God, I'm such a worm. En je denkt, oh Heer, ik ben zo'n worm. God is looking at you and saying, perfect. Dan kijkt God naar je en zegt, perfect. God sees you righteous and holy and pure. God ziet je rechtvaardig en heilig en rein. The problem is we don't see ourselves the way that God sees us. Het probleem is wij zien onszelf niet zoals God naar ons kijkt. And that's what the Bible calls carnal minded. En dat is vleeselijk denken. We've got to quit being carnal minded and start being spiritually minded. En daar moeten we mee stoppen. We moeten geestelijk gaan kijken. You've got to recognize that you are a completely changed person. Je moet je gaan realiseren dat je volledig nieuw bent. And that in your spirit you have all of the power that God says that you en have. En in je geest heb je alle kracht die God zegt dat je hebt. In Ephesians chapter 1 verses 18 and 19. Efeze 1, 18, 19. Those scriptures say that you have the same power living in you that raised Jesus from the dead. Daar staat dat dezelfde kracht in jou is die Christus uit de doden opwekte. You don't have just a little bit of that power. Je hebt niet een heel klein beetje. That if you will obey God, it'll grow and increase. En dat als je God maar gehoorzaamt, dan gaat het uiteindelijk wel groeien. But in your spirit, you have the complete power of God. Maar in je geest heb je de volledige kracht van God. You have the same power that raised Jesus Christ from the dead. Je hebt dezelfde kracht die Christus uit de doden opwekte.
And the only reason it doesn't automatically work, en de enige reden waarom het niet automatisch werkt, is because of the way we think. Komt door ons denken. You're three parts, spirit, soul, and body. Bestaat uit drie delen: geest, ziel en lichaam. And it's a simple democracy. En het is een hele eenvoudige democratie. Your spirit is always in tune with God. Je geest is altijd in overeenstemming met God. It always has love, joy, and peace. Het heeft altijd liefde, vrede, blijdschap. It always has the supernatural power of God. Altijd de bovennatuurlijke kracht van God. Your body is just going by what it feels and experiences in this world. Je lichaam volgt datgene wat er gebeurt in de wereld. And so this always tends to be discouraged and have problems. En dus je lichaam heeft altijd de neiging om ontmoedigd te zijn en teleurgesteld. So the deciding factor is your soul, what you think. En dus je ziel is uiteindelijk datgene wat richting gaat geven. If you get your soul in agreement with your spirit, als jouw ziel in overeenstemming gaat komen met je nieuwe geest, then that's two against one. Dan is dat 2-1. And your body just has to receive the life that's in your spirit. En dan moet je lichaam wel datgene gaan ontvangen wat die andere twee hebben. But if you're carnally minded, maar als je vleeselijk gericht bent, to where you are controlled by what you feel in your physical body, en als uiteindelijk gaat bepalen datgene wat je voelt, then that's two against one. Dan zijn die 2-1. And you will shut off the power and the life of God that's in your spirit. En dan stop je uiteindelijk de kracht van God in je leven. Imagine that I had a big pipe up above my head right here. Als ik een hele grote pijp boven mijn hoofd zou hebben. And over on this side is the spirit. En daar is de geest. And on this side is the physical body. En daar is het lichaam. Your mind is like a valve on that pipe. En jouw gedachten zijn een klep die in die pijp zitten. The way you think will either open up and release the life of God. De manier waarop je denkt zal uiteindelijk die pijp openzetten naar datgene wat je denkt. Or it can shut off the life of God. Of het kan datgene van Gods geest afsluiten. Just like a faucet, you can shut it off or open it up. Net als een kraan, je kan hem open en dicht doen. That's the way that your mind is. Zo is je, zijn je gedachten. If you go to thinking about who you are in Christ Jesus. Als je gaat bedenken wie je bent in Christus. And if you remind yourself of all of the power and goodness of God. En je dat jezelf voortdurend voorhoudt. Then that power can flow through you. Dan gaat die kracht uiteindelijk door je heen stromen. But most of us don't know the things that we have in Christ. Maar de meeste van ons weten niet datgene wat we hebben in Christus. Look at this verse in Philemon chapter 1 verse 6. In Philemon vers 1 vers 6. Paul prays a prayer for Philemon in this verse. En daar bidt Paulus en die zegt, en ik ga even halfwege, dat uw gemeenschap in het geloof zijn werkzaamheid tonen in grondig kennen van al het goede dat in ons naar Christus uitgaat. So your faith begins to work. Dus jouw geloof gaat werken. When you acknowledge the good things that are already in you in Christ. Als je gaat erkennen datgene wat er al in jou is in Christus. The reason our faith hasn't been working better. De reden waarom ons geloof niet goed werkt. Is because most of us don't think about the good things that are in us. Omdat de meesten zich niet realiseren datgene wat goed is van God in ons. We think that the power of God is out there. We denken dat Gods kracht daar is. And so we ask God to reach forth his hand and touch us. Vragen we aan God of hij zijn hand uit wil strekken om ons aan te raken. But that's the wrong mindset. Maar dat is de verkeerde gedachte. God's power isn't out there somewhere. Gods kracht is niet daar buiten ergens. God has placed his power on the inside of you. Zijn kracht zit in jou. Most Christians don't understand this. De meeste christenen begrijpen dat and niet. And this is why they call out to God to come and meet with them. En daarom rijven het maar uitroepen aan God om te vragen om hen te ontmoeten. They ask God to come and be in their meeting. Kom in onze samenkomst. And yet the Lord said he'd never leave us nor forsake us. En God zegt ik zal je nooit in de steek laten. Why do we ask God to come if he says I'm already here? Waarom vragen we aan God om te komen als hij zegt dat hij er al is? That's a good question. Goeie vraag. You know why? Weet je waarom? It's because we're carnal. Omdat we vleeselijk zijn. We didn't see him or feel him, so we think he's not here. We zien hem niet, we voelen hem niet en dus we have to have somebody run around the building. We moeten iemand hebben die rondrent. Or you have to have a goosebump go up and down your spine. Of een kriebeling op je rug. Before we believe that God is here. En dan pas denken we dat God hier is. But the truth is, he's always here.
Maar hij is altijd hier. People will say, well, your prayer didn't get above the ceiling. Heel veel mensen zeggen, ja, je gebed is niet boven het dak gekomen. Do you say things like that over here? Hoor je dat wel eens hier? Nein. Nah. Well, in America, people will say, your prayer didn't get above the ceiling. In Amerika komt bij sommigen het gebed niet boven het dak. And what they mean is that your prayer didn't reach God. En wat ze bedoelen is dat hun gebeden God nooit bereikt hebben. But you don't need your prayer to get above your nose. Maar je gebed hoeft niet boven je neus uit te komen. God's right here in your spirit. God is hier. That's the reason that we bow our heads when we pray. En daarom buigen we ons hoofd als we bidden. So that you can look at God. Zodat je naar God kunt kijken. God is right here. God is hier. And this is why we have so much weirdness in the body of Christ. En daarom zijn er zoveel rare dingen in het lichaam van Christus. We have people teaching that there are demonic forces blocking our prayers from reaching God. Er wordt ons geleerd dat demonische machten onze gebeden verhinderen om and naar God te komen. And that you have to bind these demonic powers or our prayers won't reach God. En die moet je binden, want anders komen onze gebeden niet bij God. They think that the warfare is in these heavenly places. Ze denken dat de oorlog in de hemelse gewesten is. Ephesians chapter 6 verse 12 does talk about it. Efeziërs 6 vers 12 leert dat. But every scripture in the Bible that talks about spiritual warfare. Maar elk schriftgedeelte wat spreekt over geestelijke oorlogvoering. Let me correct that. It's more accurate to say it this way. Ik moet het nauwkeuriger zeggen. Every scripture in the New Testament that talks about spiritual warfare. Elk schriftgedeelte in het Nieuwe Testament wat spreekt over geestelijke oorlogsvoering. Talks about the war being right between your ears. Spreekt over de oorlog tussen je oren. Satan is fighting us with thoughts. Satan vecht met ons in onze gedachten. In 2 Corinthians chapter 10. 2 Korinthe 10. The apostle Paul talked about the weapons of our warfare. Spreekt Paulus over de wapens van onze oorlogsvoering. And he said that they are mighty to the pulling down of strongholds. Staat dat ze machtig zijn om die bolwerken te slechten. And casting down imaginations. En onze gedachten. And bringing every thought into obedience to Christ. En elke gedachte ondergeschikt te maken aan Christus. Spiritual warfare is against the lies of the devil. Geestelijke oorlogsvoering is tegen de leugens van Satan. Satan doesn't have physical power to make anything happen. Satan heeft geen enkele lichamelijke kracht om iets te doen gebeuren. All he does is come at us with lies. Het enige wat hij kan doen is liegen naar and ons. And if we believe his lies, en als we die gaan geloven, then we're the ones who use our power to stop God. Dan gaan we onze kracht gebruiken om God te stoppen. Satan doesn't have any power to stop God. Satan heeft geen enkele kracht om God te stoppen. So this whole concept of these demonic powers that are stopping God. Dat hele concept van die geestelijke machten die God stoppen. Is incorrect. Klopt niet. The only way Satan is stopping God is through people who believe his lies. De enige manier waarop God gestopt kan worden is door de leugens die wij geloven. And if we tell people the truth, well then those lies are gone. En als wij mensen de waarheid vertellen, zullen die leugens verdwijnen. And that destroys Satan's power. En dat vernietigt Satans macht. But see, all of that stuff happens because people don't know who they are. Maar dat gebeurt allemaal omdat ze niet weten wie ze zijn in Christus. It's because people don't know that God lives inside of them. Ze weten niet dat God in hen woont. And they think that their prayers have to travel through the heavens to reach God. En ze denken dat de gebeden door de ruimte moeten vliegen naar God. It all comes back to people not knowing who they are in Christ. En uiteindelijk weten ze niet wie ze zijn in Christus. And so people feel separated from God. En dus voelen ze zich afgescheiden van God. And because they can't feel the joy of the Lord. En omdat ze de vreugde van God niet kunnen voelen. They think that God has turned off his joy. Denken ze dat God de vreugde stilgezet heeft. But the truth is, you're the one that turned off God's joy. Maar jij bent degene die Gods vreugde gestopt heeft. God's love and joy and peace is always in you. Gods liefde, vreugde is allemaal al in je. Galatians chapter 5 verses 22 and 23 tells us what the spirit produces. Galaten 5 vers 22 en 23 vertelt wat de geest produceert. Let's read Galatians 5 22 and 23. Galaten 5 vers 22 en 23. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. All nine of these things are constantly in your spirit. Deze negen dingen zijn voortdurend in je geest. Your spirit never gets depressed. Je geest is nooit depressief. Your spirit is never afraid. Is nooit bang.
Your spirit always feels the love of God. Je geest voelt altijd het liefde van God. It always has peace. Het heeft altijd vreugde. If you aren't always like that, als jij niet altijd zo bent, then that just shows that you aren't in the spirit. Dan betekent het dat je niet in de geest bent. But instead, you're being controlled by your five senses. Maar je wordt gedomineerd en aangestuurd door je vijf zintuigen. So the key to victory in the Christian life, dus de sleutel tot overwinning in je christelijk leven, is to quit being controlled by these five senses. Is stop dat die vijf dingen, die vijf zintuigen je domineren. And instead, go by what you see in God's word. En ga leven naar datgene wat Gods woord zegt. If somebody asks you how you are, als iemand aan je vraagt hoe gaat het met je, don't tell them how you feel. Zeg dan niet hoe je je voelt. Don't tell them what the doctor said. Zeg niet wat de dokter verteld heeft. Don't tell them what the banker says. Zeg niet wat de bank tegen je vertelt. Tell them what the word says. Zeg nou eens tegen ze wat Gods woord zegt. Turn over to Ephesians 1:3. Efeze 1 vers 3. And tell them I'm blessed. Zeg, ik ben gezegend. That's what God says. Dat zegt God. And if you would believe it, then you'd see it. En als je dat gaat geloven, ga je het ook zien. But see, you have to see it in your heart before you see it on the outside. Maar je moet het eerst in je hart gaan zien, alvorens je het daarbuiten kunt gaan zien. And most of us are wanting to get do it the opposite way. En wij willen het heel graag de andere kant. We're wanting God to heal our bodies, and then we're going to believe it. We willen heel graag dat God ons lichaam geneest, en dan pas gaan we het geloven. But you already have the healing power of God in your spirit. Maar je hebt die genezende kracht al in je geest. And if you can start walking by the Spirit. En als je daarin kunt gaan wandelen. And see it in your heart. En het gaan zien in je hart. Then it will come to pass in your physical body. Dan gaat het uiteindelijk ook realiteit worden in je leven. Everything that you receive from God. Alles wat je ontvangt van God. Comes through the Spirit. Komt door de geest. It doesn't come outwardly through the flesh. Het komt niet door het vlees heen. But it comes through your spirit and then into the flesh. Maar het gaat door je geest naar je vlees toe. And so the key is you've got to see who you are in the spirit. En dus de sleutel is dat je moet gaan zien wie je bent in de geest. I heard a story about a woman who was nearly blind. Ik hoorde een verhaal van een vrouw die bijna blind was. She had big thick glasses. Ze had van die jampot glazen. And could just barely see with her glasses. En ze kon bijna niet zien met die bril. And she was a pastor's wife. En ze was de vrouw van een voorganger. And there was a healing evangelist coming to their church. En er kwam een evangelist met een genezingsbediening bij hun gemeente. And she didn't want this man to pray for her. En ze wilde eigenlijk niet dat die man voor haar bad. Because she had been prayed for many times with no results. Want er was al zo vaak voor haar gebeden zonder resultaat. And she just didn't want to be disappointed again. En ze wilde niet opnieuw teleurgesteld raken. But this man cornered her. Maar die man had er uiteindelijk in de hoek staan. And he said, I want to pray for you. En die zei, ik wil toch voor je bidden. So she took her glasses off and let him pray. En ze nam de bril af en ze liet voor haar bidden. And after he prayed for her, he says, now can you see? En nadat hij voor haar gebeden had, zei hij, en kun je nu zien? And so she started to open her eyes and look. En ze opende haar ogen om te kijken. And he said, don't open your eyes. En hij zei, open nou niet je ogen. So she closed her eyes real quickly. Dus ze sloot haar ogen opnieuw. And she was thinking, how can I tell if I can see if I keep my eyes closed? Maar hoe kan ik nou ooit vertellen dat ik kan zien met mijn ogen dicht? And so this man asked her again, now can you see? En hij vroeg opnieuw aan haar, kun je zien? So she started to open her eyes again. En ze begon opnieuw haar ogen te openen. And he said, don't open your eyes. En hij zei opnieuw, open je ogen nou niet. So she shut her eyes. En opnieuw deed ze haar ogen dicht. And she was trying to figure out what he was doing. En ze dacht van, wat gebeurt hier? And the third time he says, now can you see? En de derde keer zei hij, kun je zien? So she started to open her eyes. En opnieuw opende ze haar ogen. And he yelled at her. En hij schreeuwde naar haar. And he said, I didn't tell you to open your eyes. Ik zei niet dat je je ogen moest openen. He says, you've got to see it on the inside before you see it on the outside. Je moet het eerst aan de binnenkant zien en dan pas aan de buitenkant. And finally this woman understood what he was saying. En uiteindelijk begreep ze het. So she just kept her eyes closed. Ze hield haar ogen gesloten. And she began to pray in tongues. Ze begon te bidden in tongen. Until she could see in her heart herself seen. Totdat ze kon zien in haar hart dat ze weer kon zien. And finally she says, I can see. En uiteindelijk zei ze. And he said, now open your eyes. En toen zei hij, open je ogen. And she opened her eyes and she could see perfectly. En ze opende haar ogen en ze zag perfect. See, that's how it is. En zo is het. You have to see these things in your heart. Je moet die dingen in je hart zien. Before you see them with your eyes. Voordat je ze met je ogen kunt zien.
And most of us haven't got that spiritual eyesight. En heel veel van ons hebben dat geestelijke zichtsvermogen niet. You know, we sang a song about that tonight. We zongen vanavond daar een lied over. We said, Lord, open the eyes of my heart. Open de ogen van mijn hart. That's what I'm talking about. Daar gaat het om. You've got to see into the spirit realm. Je moet leren kijken in de geest. And I'm not talking about seeing with your physical eyes. Ik heb het niet over met je natuurlijke ogen kijken. I'm talking about seeing with your heart. Kijken met je hart. And God's word is like a window into the spiritual realm. En Gods woord is als een raam naar de geest. If you wanted to see whether it was raining outside. Als je wil weten of het buiten regent. You would have to look out the window and see what's happening. Moet je door het raam gaan kijken. Well, it's the same thing. Dit is hetzelfde. If you want to see what's happened in the spiritual world. Als je wil weten wat er in de geest gebeurt. You can't just trust your feelings. Kan je niet op je gevoelens but vertrouwen. But you look through the word of God. Maar je moet door het woord van God heen and gaan you kijken. Take what it says about you. En je neemt wat het zegt over jou. And you believe that it's true. En dan ga je geloven dat het waar is. And you start talking and acting like it's true. En dan ga je daarnaar handelen. That's what the Bible calls faith. En dat noemt de Bijbel geloof. And when you get to where you see it on the inside. En als je dat van binnen gaat zien. Then you'll see it on the outside. Dan zal het manifest worden. Amen. Amen. And this is where many Christians are missing it. En daar missen heel veel christenen het. I had this experience where I knew that God loved me. Ik had die ervaring dat ik wist dat God van me hield. But before my mind was renewed to who I was in the spirit. Maar voordat mijn gedachten vernieuwd werden zodat ik wist wat er gebeurde in de geest. I just assumed that God saw me the way that I saw me. Nam ik aan dat God mij zag zoals ik mezelf zag. And I knew that I wasn't worth loving in just myself. En ik wist dat ik niet waardig was om lief te hebben. And if God hadn't have showed me this truth, I would have lost that revelation. En als God me die waarheid niet had laten zien, had ik het verloren. This was essential for me having my relationship with God. Dit was zo essentieel voor mijn relatie met God. And now I know that regardless of how I feel. En nu weet ik dat ongeacht hoe ik mij voel. I am exactly the way the word of God says. Ik ben precies zoals het woord van God zegt. And so are you. En zo ben jij. Some of you have been telling God how depressed you are. Sommigen hebben God verteld hoe depressief je bent. And yet God is looking at your spirit. En God kijkt naar je geest. And your spirit is full of love and joy and peace. En je geest is vol liefde, vreugde, blijdschap. You know, if God could be confused, I believe he would be confused. Als God in verwarring kon zijn, dan zou hij in verwarring zijn. We're telling him how bad we are. We vertellen aan God hoe slecht het met ons gaat. We're telling him how sick we are. We vertellen hoe ziek we zijn. We're asking him to pour out his power. We vragen om zijn kracht uit te storten. And God looks at us in the spirit. En hij kijkt naar ons in de geest. And sees that we are exactly as Jesus is. En hij ziet dat we perfect zijn zoals Jezus is. And if God could be confused. En als hij in verwarring kon zijn. I believe he would be confused. Dan zou hij dicht zijn. He'd be scratching his head. Hij zat op zijn oren, achter zijn oren krabben. Saying, didn't I tell them who they were? En zeggen van, maar ik heb ze toch verteld wie ze zijn? Yes, the word of God did tell us. Ja, het woord van God heeft je dat verteld. But the truth is, most of us believe what we see in the mirror more than what we see in the word. Maar de meeste van ons geloven wat we zien in de spiegel en niet het woord van God. We've got to get to where this is more real to us than what you see, taste, hear, smell. We moeten komen tot het punt dat we weten dat dit de waarheid is en niet het andere. And when that becomes true. En als dat waarheid wordt, then that's what the Bible calls walking in the spirit. Dan ga je wandelen in de geest. And when you walk in the spirit, you'll obtain total victory. En als je wandelt in de geest, zul je volkomen overwinning behalen. And so the good news is we aren't trying to obtain victory. En het goede nieuws is dat we niet die overwinning moeten gaan behalen. We aren't trying to get God to bless us. We hoeven God niet te gaan overtuigen dat hij ons moet gaan zegenen. God has already blessed us. Hij heeft ons al gezegend. With everything that we'll ever need. Met alles wat we ooit nodig hebben. We just need to believe that it's in here. Maar we moeten het gaan geloven dat we het hebben. And the rest of the Christian life is a releasing. En daarna is je christelijke wandel een vrijzetting daarvan. Of what Jesus has already given us. Wat Jezus al gedaan heeft en gegeven heeft. We aren't fighting for victory. We vechten niet om de overwinning te behalen. We are coming from a victory. Die overwinning is al behaald. I'm not trying to get healed. Ik probeer niet genezen te worden. I've already been healed. Ik ben al genezen. And Satan is trying to steal from me what is mine. En Satan probeert weg te nemen wat al van mij is. And so it's much easier to
defend a position. En op die manier weet je dat het veel makkelijker is om een bepaald gebied te verdedigen. Than it is to go take a position. Dan om iets te overwinnen. If we would recognize who we are in Christ. Als we zouden weten wie we zijn in Christus. And just stand and defend that. En staan en dat gaan verdedigen. We would experience much greater victory. Zouden we veel meer overwinning pakken in ons leven. But you can't defend what you don't know. Maar je kan niet verdedigen als je het niet weet dat je het hebt. So we've got to know who we are in Christ. Dus we moeten weten wie we zijn in Christus. And I believe this will change your life. En dat zal je leven veranderen. If this affects you half as much as it affected me. Als het jou voor de helft een effect heeft zoals het you'll never be the same again. Zul je nooit meer dezelfde zijn. This is what changed my life. Dit is wat mijn leven veranderde. And that's what's in that book back there entitled Spirit, Soul and Body. En dat staat er in Geest, Ziel en Lichaam. So I would encourage you to please get that teaching in either book or CD form. Dus ik wil je aanmoedigen om het te kopen op CD of in boekvorm. Amen. Amen. Is there anybody here who hasn't made Jesus your personal Lord? Is er iemand die Jezus niet